Mijn onderzoek ging over maatschappelijk verantwoord innoveren in Vietnam. Dat is ingekaderd geweest in een programma van de NWO. En het komt voort uit mijn werk, mijn vroege werk in Vietnam. Ik heb zelf lang in Vietnam gewoond. En ik heb daar bezig gehouden met onderwijsprogramma's voor kleinschalige ondernemers. En uh, in de dorpen waar ik werkte rond Hanoi hadden we te maken, veel te maken met armoedebestrijding. Uh, daar kwam ik kleine dorpen tegen, kleinschalige ondernemers, die zelf uh, nieuwe dingen deden, die zelf het heft in handen namen. Uh, en uh, zeg maar vanuit ontwikkelingseconomisch oogpunt was dat heel erg interessant. En toen ben ik eens gaan kijken: van, kun je dat nou innovatie noemen? Uh, hoe past dat in de economische theorie? Uh, en zo zijn he, de onderzoeksvragen ontstaan en dat is langzaam toegewerkt naar de vraag maatschappelijk verantwoord innoveren. Eigenlijk twee, twee grote zaken zijn eruit gekomen. In eerste instantie heb ik eh, gekeken door middel van kwalitatieve methoden eh, hoe je innovatie moet begrijpen in die context, hè, hoe je het moet conceptualiseren. En eh, ik heb daar een, een meetinstrument uit ontwikkeld, een kwalitatief meetinstrument, en kunnen aantonen dat kleinschalige ondernemers hè, in, in clusterverband eh, inderdaad innoveren en daarmee hun inkomen verhogen. Dat was een, een, ja, een, een, een aardige, interessante uitkomst. Eh, maar we moeten het niet allemaal te romantisch eh, schetsen. Want naast die positieve uitkomsten waren er ook veel negatieve uitkomsten. En dan moet je vooral denken aan eh, milieuvervuiling, eh, ongelijke verdeling van, van de baten. Nou ja, allerlei nieuwe problemen waar deze wereld te maken, mee te maken heeft, gelden ook in die kleine maatschappijen of in die kleine gemeenschappen. En daar heb ik een, een model voor uh, ontwikkeld hoe je dan maatschappelijk verantwoord innoveren moet duiden. He, dus aan de ene kant van hoe begrijp ik innovatie in die contexten en aan de andere kant hoe begrijp je maatschappelijk verantwoord innoveren in die contexten. En uh, belangrijk daarin is dat uh, dat, dat uh, heb ik niet gedaan op basis van westerse modellen. Hey, ik ben begonnen met, met zaken als people, planet, profit, uh, corporate social responsibility, dat soort concepten heb ik proberen los te laten op die contexten. Maar dat, ja, dat werkte niet in die complexe informele. Georganiseerde contexten. En toen ben ik meer gekeken naar uh, hoe maatschappelijke conflicten. aan de hand. Of die veroorzaakt werden door innovatieuitkomsten. hoe die opgelost werden. En daaruit heb ik een. een model ontwikkeld. Uh, wat dan maatschappelijk verantwoord innoveren heet. Kun je er iets meer over vertellen over dat model? Ja, dat model is, is gebaseerd op een, een gemeenschap die uh, uh, zelf aan het innoveren is geslagen. He, daar kunnen we bepaalde effecten uit dat innovatie tevoorschijn komen. En hoe gaat de gemeenschap daarmee om en hoe gaan de innovatoren daarmee om? He, daar kunnen ze enerzijds van zeggen van nou, uh, en de gemeenschap kan zeggen van uh, die innovatie uitkomsten, vervuiling, dat soort zaken, die nemen we voor lief, want de situatie is nu zoveel verbeterd voor ons. Onze kinderen kunnen naar school, we kunnen een nieuwe brommer kopen, ook belangrijk, dat soort zaken. Of er staat een maatschappelijk conflict, dat de, 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 de stakeholders, de belanghebbenden zeggen van nou, die vervuiling wordt wel erg hinderlijk. En dan is het aan de innovatoren wat die dan doen. Zeggen die dan van nou, wij wij Accepteren of wij nemen verantwoordelijkheid voor die uitkomsten en wij gaan productietechnieken veranderen, producten veranderen. Of we gedragen ons opportunistisch en we zeggen: van jongens, we zitten in de vrije markteconomie, er zijn geen wetten, geen regels, wij kunnen vervuilen wat we willen. En zo kun je dat model, heb ik ontwikkeld uit een aantal cases in Vietnam, waar in sommige dorpen inderdaad innovatoren spontaan verantwoordelijkheid namen en in andere dorpen namen ze dat niet en juist die, die contrast dat heeft me toen aan het denken gezet en het idee gegeven om dat model te ontwikkelen. Heb je nou ook het idee dat we qua beleid een andere kant op moeten? Uh, zeker in die context, ik, ik kan daar over westerse landen niet zoveel zeggen, maar wat je wel vaak ziet, is dat uh, beleidsideeën vaak gestoeld zijn op westerse benaderingen. En zo'n benadering, uh, als je uh, maatschappelijk verantwoord innoveren begrijpt of duidt zoals ik het geduid heb, dan passen die macro-benaderingen uh, niet. Macro-benaderingen van beleid zijn er vaak op. op we zijn ontwikkeld van er is ergens een tekort, een ondernemer heeft weinig geld, te weinig training, te weinig technische kennis en dan zeg maar één op één wordt daar een beleids, een soort statische beleidsmaatregeling op. Op, op verzonnen. Als je uitgaat van het maatschappelijk procesmodel, dan, dan, dan erken je dat een maatschappij dynamisch is. Dat, dat de uitkomsten van maatschappelijk verantwoord innoveren kunnen veranderen. De percepties kunnen veranderen. Of daar een conflict uit ontstaat, dat kan ook veranderen. Dus je moet dat beleid, moet je eigenlijk contextspecifiek hebben en dat moet je dynamisch hebben. En dan ga je eigenlijk meer uit van een, een beleid waarbij je. Je richt op dat maatschappelijk conflict, van is er wel of geen maatschappelijk conflict. En als dat er wel dreigt te komen, dan zul je aan een palet van, van interventies een microbeleid kunnen definiëren. Maar dat hangt heel erg af van de context, want ieder dorp is daarin weer anders. Dus ja, ik pleit eigenlijk voor een dynamisch microbeleid.